Het Universiteitsmuseum opende donderdag een expositie over de eerste mens in de ruimte. Het is dit jaar namelijk 50 jaar geleden dat de Russische Yuri Gagarin de ruimte in werd geschoten. De tentoonstelling gaat nu eens niet over de machtige technologie die nodig is om dit te doen, maar het gaat over de enorme golf van enthousiasme en inspiratie die loskwam toen bekend werd dat de mensheid naar de ruimte kon reizen. In het museum liep al een expositie met als onderwerp de kosmos. Daar komt deze week dus de expositie over Gagarin bij. Het Universiteitsmuseum besteedt veel aandacht aan deze onderwerpen, omdat er op de universiteit ook veel aandacht is voor astronomie en ruimtevaart. Op het gebied van sterrenkunde staan wij als Groningen, zijn de sterrenkunde dus hier in Groningen heel hoog aangeschreven wereldwijd. En omdat er heel veel gebeurt, willen wij daar graag als museum ook aandacht aan besteden. De expositie is normaal gesproken alleen te zien in het Moscow State Museum. Voor de Russen is Gagarin het icoon geworden van superieure techniek en vernieuwing. Gagarin belongs not only for Russian, but he belongs for all mankind. As I see in other cosmonauts and astronauts from different countries, they all are in Gagarin's successors. Er zijn veel foto's van de gedenkwaardige reis, maar er is ook aandacht voor de dichter Yesenin, die volgens Gagarin precies zijn gevoelens onder woorden bracht. Hoe voelt het om in de ruimte te zijn? Dat de mens voortaan door de ruimte kan reizen, heeft heel veel mensen geïnspireerd. Niet alleen ruimtevaart, maar ook dichters, schrijvers, maar filosofen, docenten ook natuurlijk en sterrenkundigen. De tentoonstelling is nog tot 26 oktober te zien.